Gerda Havenbeek, een gepassioneerde verpleegster. Een moeder van twee prachtige dochters, 21 en 24 jaar oud. Gerda heeft altijd hard gewerkt om met 55 jaar vervroegd met pensioen te gaan. Gerda, overleden 19 april 1921. Lucien Duimstok, een vader van vier kinderen, een dochter van 6, een zoon van 8, nog een zoon van 23 en de oudste dochter 26. Lucien ging altijd getrouw op zijn fiets naar het werk. De laatste tijd ging het wat moeilijk. Hij kocht een andere zadel. Misschien was dat het probleem. Lucien is overleden op 51-jarige leeftijd. Naomi Sluis, een prachtige dame in de bloei van haar leven. Haar maandelijkse vloeiing was altijd heel veel. De afgelopen 6 maanden werd het steeds minder. Ze genoot ervan. Minder geromslomp, minder hoofdpijn. Naomi is overleden op 23-jarige leeftijd op 19 december 2021. Elk jaar krijgen meer dan 100.000 mensen de diagnose kanker. 2020, het jaar van COVID-19, zijn er meer dan 4.000 diagnoses niet gesteld. Gerda, Lucien, Naomi dachten klachten te hebben die tijdelijk van aard zijn. Zij zijn er niet meer. Loopt u met klachten rond? Ga naar de huisarts. Zorg goed voor uzelf. Wees niet als Gerda, Naomi of Lucien, waarbij de diagnose kanker te laat wordt gesteld. Ga naar uw huisarts en laat u controleren.